We zijn hier met Yousry. Kennen we al een tijdje. Van in de kleedkamers Azon tot dansen. Nu staan we hier. Glory. Redemption. Ik wil niks horen. Hij weet het. Ik wil niks horen. Morgen. Kom, laten we even mee. Ik neem jullie eventjes mee. Naar mijn toekomstige schatje. Kijk. Is nee, niet deze. Ja man, mijn baby. Gaat morgen met ons mee. Of doe je hem alvast in de wakkie, bro? Hè? Kapen we hem? Kapen we hem, gap? Kom, let's go. Laat hem maar. Goh, we weten het niet. Ja man. Hij kijkt je aan. Hij shined. Morgen wil ik dat hij bij jou thuis ligt. 100%. Hier doe je het voor. Zeker weten. Bro, je hebt hier lang voor gestreden, nee? Ja toch, tuurlijk. We moeten alleen nog even Azonto dansen. Je moet me nog even leren. En weet je, bro. Is die opkomst ook ready? Maar daar in de ring, is klaar man. Morgen gaan we die belt pakken. Je hebt al een keer tegen deze persoon gevochten. Hoe vond je het toen gaan? Geen goed man, gewoon alle rondes op elkaar gezet. En ja, niet dat ik hem nu onderschat of zo, ik weet wat hij kan. Maar ja, nu gaan we gewoon nog meer vuur, het vuur ietsje hoger zetten en aanpakken. Hij zegt dat we veel praten. Ik neem het persoonlijk. Hij zegt niet jij, hij zegt dat wij veel praten. Wie wij? Tegen wie moet je op vechten? Ja. Ik ken zijn naam niet eens. Pereira, Cetera, maakt me niet uit. Hij zegt dat we veel praten. Nee, we praten in de ring. We praten binnen en buiten de ring. Maakt niet uit, grap. Hier doen we het voor. Glory. Lang moeten strijden. Maar ik... Bro, ik heb ook op Tijani gezet met een paar matties. 100. Ik heb ook op jou gezet. 100. Hey, toch? Bro, en ik hou van Doekoe. Dus... Weet je toch? Ja, dat. Ik weet, je gaat me niet teleurstellen, dus ik ga niet eens zeggen, stel me teleur. Dan wil ik wel een paar drankjes weten, Anna, in de club. Oké, killer. Moet je al lachen, sowieso. Oh, shit.